Dag lieve vriendjes, hoe is het met jullie? Nou mooi, leuk om te horen. Ja, dit is sociale interactie. Ik sprak laatst iemand die zei, Jan, je moet socialer zijn. Je moet meer sociaal doen. Doe ik toch? Praat met jullie? Top. Nee, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons met je opgestuurd? Laten we gaan kijken. Blikjes. En niet zomaar blikjes, het zijn weer alcoholhoudende blikjes uit de supermarkt. Ja, daar heb ik al best wel veel van geproefd en meestal was het niet te drinken. En waarom is het niet te drinken? Nou, omdat het dan betreft mixdrankjes. En bij mixdrankjes, daar gooi je sterke drank in. Daar gooi je zeker 40% in. Rum, wodka, noem het allemaal maar op. En dat kan dus niet in deze blikjes. Dus wat doen ze dan? Ze doen er een beetje alcohol in. En een beetje alcohol is niet per definitie heel erg lekker in een mixdrankje. Een beetje alcohol zit in wijn, een beetje alcohol zit in bier. En daarna zit er overal heel veel alcohol in. En dat kan je lekker vinden of niet. Ik bedoel, drink ik wel eens een mixdrankje. Ja, ik drink wel eens bij Dennis natuurlijk, bij Roddenplaat, een bakootje. Die man heeft niks anders, hij heeft niet een kraanwater, die heeft alleen maar bako. Ik drink wel eens bij een kopje koffie een sambucaantje of zo, weet je wel. Maar ik ben voor de rest niet echt van de sterke dranken, niet van de whisky's en de armagnacken en de calvados. Het is mij te sterk, het is mij te veel. En dan begin ik al heel snel zo te lullen. En dat maakt de avond niet per definitie gezellig. Dus sterke drank is eigenlijk niet aan mij besteed. Maar blikjes met nep sterke drank vind ik al helemaal niks. Wat hebben we hier? Pure Piranha. Hard Seltzer. Grapefruit. 4,5% alcohol. Natural flavoring. Sparkling water with alcohol. Dus bubbeltjes water met alcohol. Ja, en dit is dan, welke smaak is dit? Grapefruit. Grapefruit vind ik een prachtig product. Grapefruit is natuurlijk familie van de sinaasappel. Dat is een citrusvrucht, neem ik aan. Zo noem je dat toch? In ieder geval roze van binnen. Zoet en zuur. Ik vind het lekker. Met alcohol gaat het ook gewoon heel goed samen, laten we eerlijk zijn. Maar 4,5% in sparkling water, ja, ik weet het niet. Ik weet het allemaal niet. 92 calorieën per can. Dus nou, in ieder geval word je er dik van. Dus dan is het meestal wel goed. En dan hebben we hier hard seltzer, sparkling water with alcohol. Sherry Acai. Sherry is kers. Niet mijn favoriet, maar wat Acai is, mag God weten. Dit is van Topo Chico. En van wie is dit dan? Oh, dat is van Pure Piranha. En dit is dan ook van Topo Chico. Sparkling water with alcohol. En dit is Tangy Lemon Lime. De limoentje. Nou, ja. Ik moet het gewoon maar proeven, toch? Ja, glaasjes erbij. Hou ik toevallig nog staan. Nou, dat pure piranha grapefruit. Ja, dat is doorzichtig. Dan hebben we hier dus de lime. De sparkling water met alcohol is ook doorzichtig waarschijnlijk. En dan hebben we hier de sherry acai. Met 4,5% alcohol. Waarom je dit zou kopen, maar God weet. Oh, hier zit dan 4,7% in alcohol. Hier zit 4,5% alcohol in. En hier zitten dan 96 calorieën in. En hier zitten er dan 92 in. Kan het maar bommen? Nee, dat kan me niet bommen. Want ik vind namelijk op het moment dat je alcohol gaat drinken, ja, het is niet goed voor je. En ja, je wordt er dik van. Hoeveel dik je ervan wordt, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nou, we beginnen dan even met de Pure Piranha Grapefruit. Want ik hou van grapefruit. Het ruikt verschrikkelijk naar grapefruit. Het smaakt ook naar grapefruit. Ja, het is water met grapefruit smaak. Ja, er zit dan 4,5% alcohol in. Dus net zoveel als in een biertje. En je hebt hier bij God niet mee in de gaten dat hier enige druppel alcohol in zit. Eigenlijk gewoon grapefruit spa, als je het zo mag noemen. Grapefruit bronwater met bubbeltjes. En over heel veel bubbeltjes zitten er trouwens ook niet in. Nou, gaan we eens even kijken hoe het met de Tangy Lemon Lime zit. Ja, bubbeltjes water met lime. Geen spoor van alcohol. Nee, ja. Nou, zo'n cherry, ook wel een cherry smaak en geen spoor van alcohol.
Ja, bruine cherry. Smaak aan een cherry. God, wat een totaal onzinnig, waardeloos product dit. Ja, het smaakt echt gewoon ja, naar wat erop staat. Maar voor de rest is het gewoon... Ja, het is eigenlijk gewoon dat je een heel klein druppie limonade in een glas doet. En dan gooi je dan... Daar gooien we mineraalwater bij, met een prikkie, een heel klein prikkie. Het lijkt alsof de dop een beetje van die fles af is geweest, dus dat er eigenlijk niet zo heel veel prik meer in zit. Ken je dat, dat je zo'n slok neemt en zo'n fles uit de koelkast die rond aan je staat? Je denkt, zeikerig, beetje flauw, beetje lullig. Het is een heel klein beetje, nog een heel klein beetje blablabla in, maar niet blablabla, weet je wat het is. Ja, het is een beetje, ja, ik moet hier wat van vinden, maar... Het is toch ook verdikken net of ik 3 glazen water voor mijn neus heb staan. De grapefruitsap. Met 4,5% alcohol. Ja, lekker. Beetje waterig. De lime. Niet zo heel erg lekker. Beetje flauw. Je proeft eigenlijk helemaal niks. Bij de kersen proef je wel wat, maar ik vind kersen niet zo heel erg lekker. Tenminste, als dat in zo'n product zit gegooid. No sweeteners, no gluten. Zie hier nog maar wat van te maken. Het is echt werkelijk geen ene reet aan. Het slaat echt helemaal nergens op. Je zal toch ergens komen op een feestje, op een verjaardag en dan ze zeggen, ja, wij gaan naar de thee, maar ik weet dat jij wel van alcohol houdt, hè? Dus ik heb wat leuks voor je gekocht, iets lekkers, uit een blikje, lekker koud. Dan krijg je dit. Dan ga je toch ook gelijk naar huis? Alcohol drinken moet leuk zijn. En op het moment dat je dus gewoon water zit te drinken met een klein smaakje, is het niet meer leuk. Dan is het lolletje eraf. Ik vind het totaal onzinnig dit. Refreshing taste. Enjoy. Nou, ik denk dat het inderdaad wel refreshing is, maar enjoyen wordt een beetje lastig. Er is echt geen reet aan. Ik drink liever een glas water dan dit. Ik vind hier echt helemaal geen ene moer aan. Ik ben er ook over uitgeluld. Het wordt waarschijnlijk een hele korte review. Want ja, sorry hoor, maar wat is dit? Wat is dit voor een product? Ja, dit doet echt helemaal niks. Nou ja, tijd voor de cijfertjes. Dan zijn we er vanaf. De Topo Chico Hard Seltzer Sparkling Water with Alcohol Lemon. Die proef je eigenlijk helemaal niet. Er zit helemaal geen bubbeltje in wat. Die krijgt een 3, dus laat helemaal nergens op. Nou, de cherry die proef je wel, maar ik hou niet zo van cherry. Er zit echt nauwelijks koolzuur in. Dus het is eigenlijk meer water met hele slechte aangeleende kersensiroop. Dat is een 4. En deze met die grapefruit. Ja, het is omdat ik grapefruit lekker vind. Smaakt als enige ook van de 3 echt naar iets. Is ook van een ander merk overigens. De Pure Piranha is ook een hard seltzer, zoals ze dat allemaal noemen. Ja, dat is ook niks. Ik kan een 5. Ja, sorry hoor jongens, ik kan er ook niks aan doen. Als het niks is, dan kan ik er ook niks van maken. Ja? Nou, tot snel. Ja. Ik ga het weggooien ook, zeg donderop, wat een troep.